Het opzetten van vogels, prepareren wordt het genoemd, heeft Klaas zich eigen gemaakt. En in tegenstelling tot wat je denkt, is het totaal niet bloederig. Die huid is heel sterk en dun. En die kun je op die manier eraf trekken. Klaas is altijd een natuurverzamelaar geweest. Als jongetje zwerft hij al door de weilanden van Friesland. Alles wat hij tegenkomt en wat interessant is, neemt hij mee. Stenen, zoetwatermossels, dode vogeltjes, skeletjes. Hij vindt het allemaal mooi. Nou, het is gewoon zijn jas uittrekken. Bij het ouder worden wil Klaas steeds meer weten van de natuur. Hij gaat biologie studeren en wordt leraar. Dat is hij 33 jaar lang met veel plezier geweest. Nou, dit herken je wel van de polier. Kijk, een zwaar gevulde krop. Allemaal zaden zelfs zien zitten. Zo. Die heeft goed gegeten. Eikel. Tarwe. Complete eikels. Mais. Tjonge, jonge, jonge. Nou, hier heb je zo de eerste museumkamers. Ja. Kijk, hier achterin ben ik bezig. Oh, je was het prepareren. Een fazant heb ik hier onder handen. Zie ik, ja. Mannetje. Mooi mannetjesfazant. En ik heb hem zojuist grotendeels gefild. Dus dit is alleen nog maar zijn vel? Dit is de kale huid. Ik was bezig met de kop. Zie, de kop zit er omgekeerd in. Je stroopt als het ware de huid als een sok van je voet zo omgekeerd af. Dus hier is het binnenste buiten. Ja. Nou, dan moet ik dus straks de schedel, die blijft aan het lijf zitten. De poten blijven aan het lijf zitten. En de vleugels ook. Ja. Ik moet er nog wel wat vlees uithalen. Nou, hier zie je de bout. Die ik er dan in zijn geheel uithaal. Nou, dit kun je zo bij de polier neerleggen. Dit is uitstekend vlees. Zo, hoe kom je eraan? Een collega op school bracht hem. Vlak langs de weg gevonden. Nou, kijk, bij het openen van de krop. Zat het er allemaal nog in? Dat zat allemaal in de krop. Mensen, kind, eikels eet hij? Ja. Hij heeft mais? Een uitstekend maal gehad. Ja? Hij heeft echt heel veel gegeten. Alleen, dat was ook zijn galgenmaal. Hé, maar Klaas, waarom doe je dat nou, dat prepareren? Want sommige mensen zullen misschien zeggen, bah, wat een bloederig gedoe, zeg. Ik ben op een gegeven moment, merkte ik dat ik zoveel verzamelde. En daar ging ook zoveel geld in zitten om dat altijd uit te besteden. Dat ik dacht, ik moet het zelf maar eens leren. Dus 2 jaar geleden heb ik mijn diploma gehaald. Dus ik ben echt een beginnend preparateur. Ik ken de techniek, maar dat is wat anders dan dat je gelijk topstukken... Dat is echt een kwestie van vormgeving. Het is een kunstvorm, vind ik. Om van een lege huid en een kunstlijf weer een prachtige, goed ogende vogel te maken. Mooi. En zo vul ik mijn collectie aan. Allerlei kraaien. Ja. Ekster. Maar een bijzondere ekster. Ja. Maar eigenlijk hebben dus alle dingen die hier staan... Of althans veel, als je ze zelf prepareert, een verhaal. Die is door die gebracht, of die heb ik daar gevonden, of die heb ik al zo lang. Dat is ook het leuke. Het is niet alleen de verzameling zelf, maar aan elk stuk zit een verhaal. Of een verhaal over hoe ik er aangekomen ben. Of een verhaal omdat het zo'n bijzonder dier of plant of voorwerp is. Ja. En dat maakt het rondleiden van mensen hier ook heel leuk. Zullen we eens naar boven? Ja. Dan ga ik dit even inpakken. Ja. Dat het niet verder bederft. Ja, goed voor hem zorgen. Ja. Op elke verdieping van dit enorme huis zijn kamers ingericht als museum. En ik krijg eindelijk de rondleiding
waar ik de hele dag naar uitgezien heb. Nou, soms heb ik het echt in een groepje bij elkaar staan. Hier krijg je een prachtig overzicht van de valkjes die je in Nederland kunt zien. De valken en de valkjes. En de meest bekende, torenvalkje. Ja. Met vrouw, de boomvalk. Daar zijn mannen en vrouwen zijn gelijk. En dan natuurlijk de twee grote valken. De prachtige giervalk, de witte, een zeldzaamheid. En de slechtvalk, die het juist heel goed doet. In Nederland niet deze komen? Ja? In Nederland, elke winter komen daar slechtvalken uit het noorden naar Nederland. Maar in alle grote steden van de wereld, Londen, New York, Amsterdam, Groningen, krijg je de slechtvalk als een soort stadsroofvogel. Voor die duif allemaal? Die ontdekt heeft dat de stad niet alleen maar vijandig is, maar voor hem enorm veel voedsel biedt. Al die stadsduiven verdwijnen voor een deel in de maag van de slechtvalk. Ja? Heb je hier dieren waarvan je zegt van vroeger kwamen die heel veel in Nederland voor? Die kijkers zullen ze misschien herkennen, terwijl je zegt nou ze zijn aan het verdwijnen. Nou, dat geldt helaas voor veel soorten die toch wel achteruit gaan. Veel soorten? Veel soorten gaan achteruit en komen op de rode lijst. Nou, hier bijvoorbeeld de grote karakiet bij zijn nest. Ja. Grote karakiet gaat echt achteruit doordat veel rietvelden verdwijnen. Of de waterkwaliteit gaat achteruit, zodat het riet minder geschikt wordt. Dus dat is zo'n soort die een achteruitgang is. Dit kastje vind je drie soorten leeuwrikken. Kuifleeuwrik, veldleeuwrik en boomleeuwrik. Nou, dat zul jij bij zijn uit een tijd, Arie, dat de kuifleeuwrik echt niet bijzonder was. Nee. Die kwam echt wel voor en als je even goed keek, mooi opgezette kuifje. Ja. Dan herken je hem wel op allerlei pleinen en ruimtes. En nou, tegenwoordig wordt kuifleeuwerik zelfs vermeld als bijzonderheid op de vogelsite als er ergens een gezien wordt. Zo schaars is hij al dat mensen daar speciaal op aandacht voor krijgen. Maar is die dan, deze kuifleeuwerik, naar het noorden getrokken? Of naar het zuiden? Nee. Uitgestorven? Nee, die wordt gewoon, aantallen nemen drastisch af door de slechte leefcondities, achteruitgang van broedgebieden. En in Nederland is hij alweer verdwenen. Al dus dit komt door het milieu, door waar we echt met elkaar steeds over praten. Ja. En dat geldt voor veel meer vogels. Denk aan weidevogels. Alle ruimte die wij gebruiken gaat ten koste van soorten die die ruimte ook moeten hebben. Ja. We moeten in een klein land heel veel delen met elkaar. Ja. En helaas betekent dat voor heel veel plant- en diersoorten dat zij wijken voor onze behoefte aan ruimte. Een beetje de zeekamer, zoals je ziet. Oh ja. Met van alles uit zee. Ja, krabben. Prachtige soorten van krabben en kreeften. Ja. Maar het spijt me, ik vind die arie toch wel het mooiste. Ja, als je ook arie heet. Ja. Eens kijken, zeg hé. En die eet vis. Dit is niet de visarend. Hier zie je de zeearend, de Europese zeearend. En hier zie je de steenarend. En wat eten die dan? Die je in Nederland heel weinig ziet. Ze eten van alles, klein wild, konijnen, ook wel vis hoor. Een zeearend pakt ook echt wel vis, maar ze eten net zo goed eenden, ganzen. Ja, kunnen ze die aan? Een gans kan zo in een gans aan? Oh, zeker. Geen probleem. En er zijn zelfs 1 à 2 gevallen bekend dat een steenarend een baby meenam. Oh. Praat je in de vorige eeuw, ergens rond 1870 schijnt dat gebeurd te zijn. Ja? Dat een spoorwegwachter zijn kind buiten had. En tot zijn ontzetting merkte dat een steenarend met het kind wegvloog. En werd later in de bergen teruggevonden. Nou, hier zie je de insecten. Dit is een wat warmere ruimte. Hier zie je de tropische vlinders. Maar net zo goed, de Nederlandse nachtvlinders en de dagvlinders. Ja. De pijlstaarten. En dan, ja, Gods voorliefde zou ik zeggen, de kevers en de kevertjes. Met hier van hoeveel soorten prachtexemplaren. 370.000 soorten kevers. Hebben we nog hele bijzondere? Nou, er zijn veel bijzondere. Ja? Die prachtige neushoornkevers. Ja. Hele grote groep. De Goliathkevers. Welke is dat? Dat zijn met die witte strepen daar? Ze zien er indrukwekkend uit. En het leuke is dan weer dat je op een gegeven moment een foto ziet van een Afrikaans jongetje. Die heeft zo'n beest als huisdier aan een touwtje en die sjokt achter hem aan. Ja. Of wat ze ook wel eens proberen. Als een vlieger oplaten en dan snort zo'n kever aan een touwtje achter zo'n Afrikaans kindje aan. Dat is weer die bubberij. Dan nog een hele leuke. In het Darwinjaar wat we beleven is dat wel mooi om even te noemen. Deze is genoemd naar Darwin.
En ze zeggen, nou, wat een eer, er wordt een kever naar je vernoemd. Ja. Maar, een beetje een sneuwe aanleiding. Het verhaal gaat dat Darwin, toen hij in 1832 in Zuid-Amerika aan land stapte, door deze kever werd gebeten. Stel, gemene kaken moet dat ook wel lukken. En daar heeft hij zijn naam aan te danken.